José Fleuren van Centrum van Mantelzorg. De zorg die staat meer en meer centraal in deze tijd. En dan moeten er ook zorgverleners zijn. En die zijn er heel veel, de mantelzorgers. Die hebben, willen jullie even centraal stellen. Waarom? Nou ja, mantelzorg is het heel zwaar, zeker in deze tijd. En elk jaar organiseren wij ook een dag in het Land van Kuik voor de mantelzorgers. En dan hebben we altijd een fysieke bijeenkomst, een grote bijeenkomst, elke keer in een andere plaats in het Land van Kuik. Maar ja, door corona kon dat dit jaar niet. Dus wij wilden toch iets doen om de mantelzorgers een hart onder de riem te steken. En vandaar dat wij met deze actie zijn gekomen. Ja, als ik de aantallen zie, de mensen die de mantelzorgers die zeg maar beloond gaan worden, waardering krijgen, ja. Dat zijn er heel veel, meer dan 900. Ja, dat klopt. En dan hebben we nog lang niet alle mantelzorgers, want er zijn er natuurlijk nog veel meer. Mensen konden zich hiervoor aanmelden en hebben ook heel breed in de publiciteit gebracht, via social media, in de krant, via onze nieuwsbrief, noem het maar op. Dus ja, er zijn heel veel aanmeldingen en dat zijn er ook wel veel meer dan we normaal op een dag van de mantelzorg kunnen verwelkomen. Dus dat is wel fijn, omdat we nu misschien ook wel mensen bereiken die normaal niet naar een bijeenkomst kunnen komen. Ja, die mantelzorgers, die zei, jij zegt dat altijd, dat zijn er heel veel. Kun jij een beetje beschrijven waar die zorg uit bestaat? Ik neem aan dat dat heel divers is. Ja, dat is dus heel moeilijk om het te beschrijven, want het is heel erg breed. Mantelzorger kun je zijn als je zorgt voor je moeder die dement is. Je kunt zijn voor een kind met een verstandelijke beperking. Je kunt het zijn voor je zus die psychische problemen heeft. Dus het is een ouder die verslaafd is. Dus het is zo ontzettend breed. Soms is het heel zichtbaar. Dan zie je dat iemand bijvoorbeeld in een rolstoel zit. En de man die zorgt daarvoor. En soms is het niet zichtbaar. En dat is gewoon ook een hele grote groep. Waarvan je van de buitenkant niet ziet van, oh, is die mantelzorger? Ja, die is wel degelijk mantelzorger. Kan structureel zijn, kan ook incidenteel zijn, neem ik aan. Je kunt ook de hond uitlaten van de zieke buurman of je bent dagelijks bezig met zorg. Ja, maar wij gaan wel ervan uit dat mantelzorg is wel dat stuk extra. Dus boven de gebruikelijke zorg. Kijk, een keer iets voor je buren doen, dat doen we allemaal, hoop ik. En dat is ook belangrijk. Maar mantelzorgen gaat wel iets verder dan dat. We gaan er toch wel een beetje van uit dat je gemiddeld 8 uur in de week zorgt. Nou, kan het ook eens te veel worden bij mantelzorgers? Absoluut, ja. Absoluut. Ja. Ja, wat ik ook nog even wil benoemen is ook nog een groep die ook vaak denkt van, oh, nou ben ik geen mantelzorger meer. Dat is de groep waarvan de zorgvragen opgenomen is. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis. Die zijn ook nog wel degelijk mantelzorger. Want er wordt ook nog heel veel van hen gevraagd op het moment dat iemand opgenomen is. Dus dan zijn ze geen mantelzorger af. En komt er nou expliciet in deze tijd nog meer bij kijken aangaande het virus? Absoluut, zeker in het begin toen de dagbestedingen dicht waren. Dat bijvoorbeeld iemand die zorgt voor een partner met niet aangeboren hersenletsel, die normaal 3 dagen in de week naar de dagopvang gaat. Of iemand die 5 dagen in de week naar de dagopvang gaat en wat gesloten was. Dat mensen daar niet naartoe konden. Super zwaar. En ook mensen die iemand opgenomen hadden in een verpleeghuis, die er niet naartoe konden. Die zelf gewoon heel eenzaam zijn geworden. Die het heel moeilijk vinden dat ze daar niet op bezoek konden. Gelukkig is dat nu niet. De dagbestedingen draaien door. En mensen mogen ook nog op bezoek. Maar het is wel degelijk een extra zware tijd geweest. Ja.
van jullie motto's, zeg maar, is ook van deel de zorg. Hè? Praat met elkaar over wat je bezighoudt. Ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En ook wat wij ook altijd zeggen is van trek aan de bel. En trek niet aan de bel als je al tot hier zit, maar trek eerder aan die bel. Heel vaak merken we dat mantelzorgers veel te lang doorgaan en pas aan die bel trekken als het eigenlijk te laat is. Als ze al zelf al klachten krijgen en er helemaal doorheen zitten. Hoe hebben jullie dit nu? Jullie willen duidelijk de waardering uitspreken naar de mantelzorgers in het land van Kijk. Hoe hebben jullie dit aangepakt? Met deze actie bedoelt u? Ja, nou, we hebben het heel breed verspreid, zoals ik al zei. We zijn zelf om de tafel gaan zitten van, nou, hoe kunnen we nu toch iets gaan doen? We hebben ons plan ook steeds moeten bijstellen. In eerste instantie dachten we, laten mensen dan bijvoorbeeld hier in het gemeentehuis komen. We maken er ook nog een beetje een fysieke bijeenkomst van, zodat mensen een kopje koffie kunnen halen. Dat ze elkaar nog kunnen ontmoeten en dan mogen ze een borrelplankje meenemen. Nou, dat mocht niet meer met corona, met de nieuwe maatregelen. Toen hebben we bedacht van, nou, dan moeten we heel veel vrijwilligers gaan zoeken. En daar zijn we ook geholpen door diverse organisaties, onder andere Social. En heel veel vrijwilligers gemobiliseerd die ons nu helpen om al die plankjes te bezorgen. Wie gaat u blij maken? Wie ga ik blij maken? Ja, mantelzorgers ga ik blij maken natuurlijk. Ja. Kent u ze ook persoonlijk? Niet, ik ken natuurlijk wel mantelzorgers, die ken ik een heleboel. Maar deze mensen, ja, die ken ik niet allemaal, want dit is in Sint-Antonisch en ik kom van Stevensbeek. Ja, ongetwijfeld vindt u dat ze het verdienen. Ongetwijfeld, ja. Wat houdt voor uw mantelzorg in? Als u in elke soort van vorm. Elke vorm van zorg voor de ander. Maar vooral, ja, mantelzorg, daar zit toch iets meer betrokkenheid bij. Ja. Vind ik altijd persoonlijk dan. Vaak is het familie of een bekende of om iemand. En die komt op je schouder hangen. En dat is toch een last die je vanzelf meedraagt. Ja. Je hebt natuurlijk ook mensen die gaan mantelzorg hebben voor een ander. Maar er zit toch altijd een relatie of een gevoel van verplichting en druk bij. Ja, want hier het mantelzorgcentrum heeft ook een beetje als slogan: deel de zorg. Praat met mensen, ja, onder elkaar. Gedeelde last is, ja, hoe noemen ze dat? Gedeelde vreugd is halve vreugd of zoiets, ja, of dubbele vreugd. Hè? Ja. Samen aan de last, samen verdelen is halve smart. Kunt u zich voorstellen dat ze zich graag wel eens uit willen spreken zonder nou te zeggen van ze lopen te klagen? Ja, ik denk niet dat die klagen. Nee. Dat is juist het probleem. Of ik versta uw vraag verkeerd. Die klagen niet gauw. Nee. Daar gaat het mee om. Maar ze zijn wel gebonden, hè? Ja. Dat is duidelijk, ja. En ik denk vooral door die persoonlijke binding dat ze, ja, daardoor gebonden zijn. Ze kunnen het absoluut niet loslaten, ja, omdat er een link is. Daar gaat het om. En daar is het extra zwaar. Ik hoop dat u een leuke route mag rijden en dat u de mensen allemaal blij kunt maken. Ik ben blij om weer nieuwe te leren kennen, in ieder geval. Dankjewel. En jullie ook, fijne dag vandaag. Ja. Oké, tot ziens. Nou, we hebben net al een groot aantal genoemd, meer dan 900. Betekent dat jullie de mantelzorg in het land van Kijk helemaal in beeld hebben? Helemaal denk ik nooit. Maar we hopen en wij zitten al heel lang, werken wij als steunpunt Centrum Mantelzorg. Het wordt wel steeds bekender en mantelzorg is wel steeds meer een begrip wat herkenbaarder wordt voor mensen. Vroeger moesten we nog heel vaak uitleggen wat is mantelzorg, nu soms nog. Maar het is wel veel bekender geworden en er is wel veel meer aandacht voor, ook vanuit de overheid en vanuit gemeentes. Tot slot, hebben jullie toch genoeg respons gekregen om de mensen bij elkaar te krijgen voor zo'n dag als vandaag? Ook vrijwilligers hier? Ja, daar zijn we echt super dankbaar voor en heel fijn. Hier in Sint-Antonis bijvoorbeeld, super veel vrijwilligers, bijna te veel, zodat we nog een reservelijst hebben van als de mensen uitvallen. Dus ja, dat is echt super goed geregeld. Dus jullie kijken daar goed op terug, over het hele land van Kijk genomen, want jullie zijn er zoveel dagen, ja, bezig. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. We zijn gisteren begonnen en nu vanmiddag gaan we nog naar Boksmeer. Dankjewel. Graag gedaan.